opgave 5C. Dat gaat over een chloorion, Cl-. Dat heeft een snelheid van 100 meter per seconde. Aan het begin. En met een spanning willen we het afremmen tot 0 meter per seconde. Het wordt in een elektrisch veld gebracht. Omdat we afremming willen hebben, moeten we hier een min hebben, daar een plus. Het ion wordt die kant opgeschoten, maar wordt wel afgestoten. Het zal dus zo een soort van baan gaan afleggen. De vraag is om te berekenen hoeveel de spanning moet zijn die je moet aanbrengen op die plus- en minpool. We gaan dit weer met energie oplossen. Het chloorion heeft hier een bewegingsenergie. Een half mv². Aan het einde, in het omkeerpunt, is de snelheid 0, dus er is geen bewegingsenergie. De bewegingsenergie is afgenomen. Dat betekent dat de elektrische energie toeneemt met een even groot bedrag. Dus hier in het eindpunt bezit het chloorion nog steeds evenveel energie, maar nu in de vorm van elektrische energie. Die gaat evenveel omhoog. We gaan de energiebalans weer opstellen. Elektrische energie toename is gelijk aan de bewegingsenergie afname. En we vullen de formules weer in. Dat wordt de absolute waarde van Q keer U is een half mv². En gaan we de bekende waardes invullen. De lading is min 1. Dus dat is zoveel coulomb voor de Q. De spanning is gevraagd, dus die schrijven we zo over. Is gelijk aan een half keer de massa van het chloorion. Dan kun je in Binas tabel 99 kijken. Daar zie je dat de massa van chloor, de atomaire massa, 35,45 U is. Binas tabel 7 vertelt jou hoeveel 1 uurtje in kilogram waard is. Dat betekent dat je moet vermenigvuldigen met dit getal. Dit is de massa van het chloorion in kilogram. Vermenigvuldigen met de snelheid 100². Als je dit verder uitwerkt, dan krijg je 1,84 keer 10 tot de min derde volt. Die spanning moet je hierop aanbrengen en dan zal het chloorion afgeremd worden tot 0 meter per seconde. Dat omkeerpunt zal dan precies bij deze plaat plaatsvinden. Daar is de snelheid 0 geworden.